U kijkt naar Tegen de Klok met vandaag Selçuk Öztürk. Mijn gast vandaag is Selçuk Öztürk, raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hij zet zich al jaren in als bruggenbouwer tussen de allochtone en autochtone gemeenschap. En is in die zin voor velen een aanspreekpunt. We starten de tijd en we gaan beginnen met de dilemma's. Welkom meneer Öztürk. Dank u wel. Provincie of de stad Roermond? Stad Roermond. Arbeider of ondernemer? Arbeider. Traditioneel of modern? Traditioneel. PvdA Roermond, heeft dat een sociaal gezicht of een economisch gezicht? Sociaal gezicht. De individuele aanpak of de groepsaanpak? De groepsaanpak. Gaan we beginnen bij de eerste, provincie of stad Roermond. U stond ook voor die provinciale verkiezingen op de lijst, maar u kiest toch voor de stad Roermond. Ja, dat heb ik bewust gedaan. Tuurlijk, ik ben voor alle Limburgers. Alle Limburgers hebben ook op mij gestemd. Daar zal ik ook voor opkomen. Maar mijn hart ligt in Roermond. En daar ga ik ook hard voor pleiten in Maastricht. En hoe heeft uw politieke carrière zich ontwikkeld tot nu toe? Want u bent toch al een behoorlijke tijd actief. Ja, ik ben een van de langste zittende raadsleden. Niet echt de langste, maar ik ben in 1997 begonnen. Ik was toen commissielid voor de Partij van de Arbeid bij Openbaar Werken en Milieu. In 1998 ben ik raadslid geworden. Ik was toen 25 jaar, heel jong. En vanaf 1998 tot nu, al 13 jaar, ben ik raadslid voor de Partij van de Arbeid. En tevens nu fractievoorzitter. En waarom die Partij van de Arbeid? Wat sprak u daar zo in aan? Nou, ik ben opgegroeid in een arbeiderswijk. Vandaar de arbeidsverhaal. In het veld, Roermondse veld. Daar ben ik nog op trots op dat ik daar in opgegroeid ben. Ik heb daar heel veel meegemaakt. En ik ga voor rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. En die drie pijlers stond bij de Partij van de Arbeid heel hoog in de vaandel. En dat heeft me altijd getrokken. En Den Uyl is mijn voorbeeld. En daar heb ik heel veel van gelezen. En dat heeft me uiteindelijk gebracht bij Partij van de Arbeid. Ja. De volgende arbeider of ondernemer. Ik ben opgegroeid in die arbeiderswijk. Dat heeft mij getekend. Kun je daar nog eens wat meer over vertellen? Ja, kijk. In 1995 had mijn oudste broer TU afgemaakt. Een andere broer van mij HTS. En ik MTS. En alle drie waren we aan het solliciteren voor een baan. En in die tijd kregen we amper geen baan. Toen dacht ik van, ja, toen ben ik echt ook meer politiek actief gaan worden. Omdat ik vond van, ja, als je hier opgegroeid bent en je hebt een goede opleiding, dan moet je een kans in de samenleving kunnen krijgen. Mm-hmm. En die kans, daar moest je echt voor vechten. We hebben honderden brieven moeten schrijven om een baan te krijgen. En toen dacht ik van, nou, het is goed om arbeider te zijn, maar het is ook goed om later ondernemer te worden. Zodat je die dilemma's die andere mensen hebben weg kan nemen door mensen een kans te geven als, mm-hmm. als medewerker. Mm-hmm. Dus ik zeg, ik kies voor arbeider. Maar ik ben op dit moment ook ondernemer. Ik heb ook een eigen bedrijf. Maar omdat ik vanuit het arbeidsproces ben gekomen, begrijp ik ook heel veel arbeiders. En is het ook makkelijker in mijn bedrijf om met werknemers te werken. Want vinden uw werknemers u een prettige werkgever? Hè? Ik denk het wel. Alleen ik ben iemand van aanpakken. Ik hou niet van, als ik iemand een vraag stel, dat ik 10 vragen terugkrijg en dan het zelf moet doen. Daar hou ik niet van. Ik ben iemand die heel spontaan is. Maar ik ben wel heel sociaal. Als iemand iets heeft, problemen heeft, ben ik heel bereid om naar te luisteren, om samen te kijken, op de oplossing te vinden. Maar ik vind wel dat je, als je werkt, dat je volledig voor je werk moet gaan, zodat er ook uiteindelijk productie uitdraait. Mm-hmm. Traditioneel of modern? U moest even nadenken en u noemde traditioneel. Ja, dat is echt een dilemma. Tuurlijk, moderne ideeën. En ik ben heel innovatief. Ik heb de laatste telefoons altijd update. Ik heb binnenkort een iPad. Ik volg het hele technologie. Ik heb bewust traditioneel gezegd, omdat ik merk dat waarden en normen mm-hmm. in de samenleving aan het vervagen zijn. Mm-hmm. En bepaalde tradities houden mensen waardig en waardevol. Mm-hmm. En daar ga ik voor. En vandaar dat ik zeg van traditioneel. Die traditie die wij ook in Limburg kennen, de Limburgse traditie, de Roermondse traditie, ook mijn achterban heeft een bepaalde traditie. Dat zorgt voor rust in de samenleving. Dat zorgt voor geluk in de samenleving, in mijn beleving. Als je dat niet vasthoudt en je wil alleen maar modern zijn, zie je andere problemen in de samenleving. Ik denk dat je bepaalde tradities toch vast moet houden. En hoe ziet die traditie er voor u persoonlijk dan uit? Hoe uitzicht dat in uw dagelijks leven bijvoorbeeld? Dat, ja goed, bij ons is het zo dat wij heel veel respect hebben voor ouderen. Mm-hmm. Dat is als iemand ouder dan jou is, dan geef je een ruimte. Nou, dan sta je even op.
Je probeert toch op een goede manier met die mensen om te gaan. En ook je met je omgeving goed omgaan, respectvol omgaan. En respect is heel belangrijk in onze traditie. En we hebben ook vanuit mijn geloof heb ik ook een aantal gebruiken en tradities waar ik me ook aan hou. Ik heb u net bij de aankondiging een beetje bruggenbouwer genoemd tussen die twee bevolkingsgroepen. Is dat een lastige klus voor u? Ik was in 1998 de eerste van allochtone afkomst. Ik verloog mijn afkomst niet. Ik ben van Turkse origine. Daar ben ik ook trots op. Mijn afkomst. Ik zal het nooit verloochenen. Alleen, ja, het zijn toch werelden die je toch bij elkaar moet brengen. Om zaken goed aan het draaien te krijgen. En soms zit je als scharnierstuk. En soms zit je in een spagaat. En soms zit je in een dilemma. Soms heb ik ook moeilijke tijden meegemaakt, omdat de beide groepen soms elkaar niet goed begrepen. En ik zat er dan tussen. Maar uiteindelijk, na 13 jaar, denk ik dat ik het wel met heel veel mensen bij elkaar heb kunnen brengen. Maar ik ben voor alle gemondenaren. Dus ja. Maar we proberen toch het bij elkaar te brengen. En dan moet je ook kijken naar wat is dan het verschil, lijkt me. Ja. Wat is nou volgens u dan het grootste verschil? Ik zal een leuk voorbeeld noemen. Tijdens de statencampagne had Partij van de Vrijheid, PVV, gezegd van geen halal vlees, maar zuur vlees. Toen heb ik gezegd, en we hebben ook een reclamecampagne spotje opgenomen in onze campagne. Ik kan van halal vlees ook zuur vlees maken. Dus ik probeer mensen bij elkaar te brengen, terwijl andere mensen uit elkaar wil drijven. Je kan dus heel veel overeenkomsten vinden, ook binnen de christendom en de islam. Ook binnen de allochtone cultuur en de Nederlandse cultuur zijn er zoveel overeenkomsten. En als je die weet en je brengt ze bij elkaar, nou, dan krijg je een perfecte uitkomst. Maar andere partijen, je ziet ze dat ze uit elkaar willen halen om hun eigen belang en eigen partij misschien groter te maken of andere ideeën hebben. Ja, toch nog heel eventjes deze. PvdA Roermond, een sociaal gezicht of een economisch gezicht. Daar is laatst het zo de nadruk op het economische gedeelte. Maar u vindt toch... We hebben een sociaal programma. De hele coalitieprogramma is naar mijn mening ook sociaal. Ik heb in de raad gezegd toen de coalitieprogramma ter discussie lag, dit is een sociaal akkoord. Waarom heb ik dat gezegd? Omdat er heel veel sociale elementen in zitten. Dat economische verhaal wil ik ook uitleggen. Roermond, toen ik in 1998 raadslid werd, had een werkloosheidspercentage van 19%, 20%. Ik moet toch helaas het gesprek afbreken, want die 7 minuten zijn omgevlogen. U keek naar Tegen de Klok. Tot de volgende keer.